Er is overschot aan busvergunningen in omloop. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme beaamt dit met de toevoeging dat de afgelopen periode veel gezegd is over het vergunningenbeleid van het ministerie. Hij wijst er echter op dat niet zomaar dingen geroepen moeten worden. Er zijn namelijk in de praktijk veel zaken misgegaan met vergunninghouders en de route die ze onderhouden. Maar hier en daar zijn er ook vergunninghouders, bushouders, die zich niet houden aan hun routes. En het betreft niet alleen PLO of NVB, je hebt ook Boromangs die komen. En daar hebben we dus intern met minister Juspolder over gehad om dat gedeelte ook te gaan aan te pakken. Omdat dat zorgt ervoor voor heel veel irritatie op de routes, die Boromangs. En daar hebben zowel PLO als OBS extra aandacht voor gevraagd. Volgens Jubitana wordt steeds gewerkt aan ordening van de sector openbaar vervoer. Zo zal een pilotproject digitalisering worden gestart met het Nationaal Vervoersbedrijf NVB. Zodat dat gedeelte cash weggewerkt kan worden, maar ook degene die we moeten subsidiëren, dat wij het de passagier gaan subsidiëren in plaats van de bushouder. Dat is een pilot dat in de maak is en we zijn nu afhankelijk ook van het ministerie van Financiën voor het vrijmaken van die middelen via IDB. Maar het is zo goed als voorbereid, we moeten nu gaan executeren.